Voorzitter, de formulieren waren duidelijk ingevuld. Er waren geen zaken die daar niet op mochten staan. Er zijn 70 stemmen uitgebracht in totaal, waarvan 70 op mevrouw Ankie Boekers-Knol, 0 blanco en 0 ongeldig. Met deze mededeling eindig ik onze werkzaamheden. Ik dank de heer Brinkman en de overige leden van de stemcommissie hartelijk voor het volbrengen van hun moeilijke taak en belangrijke taak. En ik constateer op grond van de uitslag van deze verkiezingen dat mevrouw Broekers overeenkomstig artikel 115 van het reglement van orde een volstrekte meerderheid heeft verkregen en daarmee is gekozen tot voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Ik wil haar daarmee van harte geluk wensen. En deze gelukwensen laten vergezellen van een bos bloemen die ik zo dadelijk, dus niet nu, zal overhandigen. De leden krijgen straks de gelegenheid om de nieuw gekozen voorzitter in de hal te feliciteren. En dit is dan ook het moment dat ik de voorzittershamer nu met overtuiging en het voorzitterschap kan overdragen aan mevrouw Broekers. In het draaiboek voor de vergadering staat nu tussen haakjes mevrouw Broekers-Knol, dubbele punt, toespraakje. Dat ben ik toch maar niet al te veel van plan. Het enige wat ik wil zeggen is dat ik u alle ongelooflijk dankbaar ben dat ik met zo'n grote vertrouwen van u heb gekregen om dit voorzitterschap de komende 4 jaar te mogen uitoefenen. En dat geeft mij echt heel veel steun in de rug. Ik zal mijn uiterste best doen om aan uw verwachtingen te voldoen. Dank u wel. Ik schors de vergadering voor 14:45. De vergadering is geschorst.